Yo, leuk kijk naar deze nieuwe video. Mijn naam is Max en vandaag jongens, vandaag heb ik wat heel speciaals voor jullie. Iets wat ik nooit doe, iets wat echt nooit op mijn kanaal is. Ik heb het echt één keer eerder gedaan. Maar goed, leuk dat jullie er zijn. Vandaag heb ik een top 10 grootste Nederlandse Fortnite YouTubers voor jullie. En ik heb dit gebaseerd op een aantal feiten. Het is niet op de aan de meeste subs heeft, dat loopt wel een soort van op in die vorm wie de meeste subs heeft. Maar het gaat vooral om het feit wie er wat langer bezig is. Wie het zeg maar als main upload heeft. Dus die elke dag upload en geen andere games tussendoor heeft. Dit betekent overigens dus ook dat mensen zoals Game Meneer, Rudimentaire, etcetera, zij er niet in staan. Puur om het feit dat zij het bijvoorbeeld maar één keer per week uploaden of drie keer per week. En de rest upload het echt elke dag consistent met main game op hun channel. Als jij nog mensen denkt van, hé, waarom staat die er niet tussen? In plaats van dat je haat gaat commenten en dat je zegt, hey Max, wat ben jij een stomme stinkaap? Waarom staat die er niet tussen? Zeg dan gewoon van, hey, die stond er niet tussen. The fuck? En dan kan ik hem misschien de volgende keer bij een geüpdate versie erin zetten over een paar maanden, wie weet. Veel kijkplezier. Enjoy. En nu gaan we naar nummer 10. Oké, op nummer 10 staat Oh My God, It's Chesto met 60.000 abonnees. Heeft hij namelijk de plek nummer 10 behaald. Zoals je kan zien is het bijna, het is gewoon elke dag een Fortnite video. Hier en daar tussendoor is een streampje. Haalt lekker veel views op zijn Fortnite. 12k, 15k, 18k. En op meer weergeven waarschijnlijk nog veel meer weergave. Maar zoals je kan zien, non-stop Fortnite. Dit betekent dus heel simpel voor hem een plek nummer 10 op deze top 10 beste Fortnite YouTubers van Nederland, I guess. We gaan maar door naar nummer 9. En op nummer 9 staat Dodo Fortnite. Met 74.000 abonnees staat Dodo momenteel op plek nummer 9. Want, oh my days, check die views. Trouwens, ze zijn best wel alleen op die video. Maar in ieder geval, met 33.000 weergaan, 25.000, 34.000. 34.000 en 36.000. En waarschijnlijk ongeveer wel op die aantal views door. Klopt dat? Maar in ieder geval, hij staat dus op nummer 9, verdiend met zoveel abonnees, zoveel weergave. Dus je hebt echt verdiend op nummer 9, Dodo. Hey Roy, how you doing? Oké, op plek nummer 8 staat Mick met zijn 141.000 abonnees. Je zou denken, hey ho, dat is een grote sprong in één keer. Vanuit fucking 72.000 naar 141.000, dat is gewoon een dubbele. In ieder geval, waarom sta jij op plek nummer 8? Oké, daar komt hij. Hij heeft superveel abonnees, maar hij uploadt niet elke dag. Of hij uploadt helemaal niet heel veel. Maar wel non-stop Fortnite, zoals je kan zien. Behalve deze video dan. Maar zoals je kan zien, basically non-stop Fortnite. Maar niet elke dag, waardoor hij zijn plek nummer 8 krijgt. Omdat er kleinere YouTubers zijn, met meer weergave, die het vaker uploaden. Maar in ieder geval, Mick, gefeliciteerd met je plek 8, dik verdiend. En dan gaan wij door naar nummer 7. Op plek nummer 7 staat Rick, a.k.a. Paraduce, met zijn 74.000 abonnees. Hey Rick, jij bent mijn aartsrivaal. Nee, grapje Rick, kou van je. Maar boy, dit bedoel ik dus. Kijk, hij uploadt elke dag, streamt er nog eens elke dag bij. En kijk die weergave, 48.000, 42.000, 55.000... Als je dat compenseert met zijn aantal abonnees en dan vergelijkt met bijvoorbeeld een Mick van plek nummer 8, dan kan je zien dat hij wel een hogere plek verdient op deze lijst. Dus vandaar, Rick, gefeliciteerd met je 7e plek in deze top 10. Dik verdiend, man. Blijf ze doorgaan, je haalt binnenkort wel die 100.000 en dan gaan wij door naar plek nummer 6. Op plek nummer 6 staat V. Torben met zijn 79.000 abonnees. Weer minder dan de plek nummer 8, maar boys, check even deze weergave. Momenteel is hij live voor 2.500 kijkers. 29.000 weergave op een geen Fortnite video. Dat is nieuw. Oké, hallo. Maar hier, 125.000 op zijn stream. 45.000 op zijn video. 100.000 op zijn stream. En zo blijven die views maar doorgaan van hem. Hij is vooral een streamer, maar omdat hij het op YouTube doet, is het een YouTuber. Dus in ieder geval, welverdiende plek op nummer 6. Torben, gefeliciteerd. Wij gaan door naar nummer 5. Op plek nummer 5 staat Junken met zijn 149.000 abonnees. Dus nu gaan we lekker de hoogte in qua abonnees. Maar in ieder geval, op plek nummer 5 staat dus Junken met best wel wat weergave. Het is niet een dagelijkse upload, het is meer om de dag. Maar kijk even zijn weergave. Die pusht hem omhoog naar plek nummer 5 op deze top 10. En ook wel verdiend hoor.
Hier kan je het nog even beter zien. Af en toe, heel af en toe, of een ander soort videootje tussendoor. Maar vooral toch main content is Fortnite. Waardoor jij je plek nummer 5 dik verdient. We gaan door naar nummer 4. Op plek nummer 4 staat Te Veel Gevraagd met 241.000 abonnees. Ze uploaden dagelijks Fortnite. Ze streamen dagelijks Fortnite. Zoals je hier ook nog wel eens kan zien. Hetzelfde zijn meerdere video's per dag. 2 à 3 video's per dag. Vooral 2. Waarvan 1 soms zelfs nog eens een stream is. Maar die weergaven die zijn insane veel. Waardoor zij dik de plek 4 verdienen in deze top 10 beste Fortnite YouTubers. Dus vandaar, gefeliciteerd met jullie plek 4 op deze top 10. We gaan door naar plek nummer 3. Oeh, spannend, de top 3. Oké, jongens, deze kan apart voor jullie lijken. Het is namelijk Jaraski met 677.000 abonnees. En waarom heb ik hem nou op plek nummer 3 gezet en niet hoger? Op plek nummer 2 of 1 waarschijnlijk. Oké, daar komt hij. Hij heeft insane veel abonnees. Maar ten eerste, hij uploadt niet altijd Fortnite. Kijk, dat heb dan een Veel Gevraagd heeft het bijvoorbeeld ook niet. Maar daarom staat Jaraski dus ook hoger dan Te Veel Gevraagd. Omdat hij veel meer weergave krijgt. Zoals je hier kan zien, af en toe ook nog eens een Black Ops video. Is helemaal niet verkeerd, ook leuk. Maar omdat de twee anderen die boven jou staan non-stop Fortnite uploaden. Echt als main game. Echt als altijd. Heb ik die toch iets hoger gezet dan jou, Jan. Maar in ieder geval, jij hebt dik de plek 3 verdiend in deze top 10. Echt dik. Lager kon ik je echt niet zetten. Dus gefeliciteerd. Blijf zo doorgaan, man. En dan gaan wij door naar de top 2. Nou ja. Oké, kijkers. Ik ga nu gelijk de 2 en 1 op hetzelfde moment bekendmaken. Omdat ik niet... Ik kan mezelf niet plaatsen wie ik hier op nummer 1 zou zetten. Het zou voor jullie als vriendjespolitiek natuurlijk kunnen zijn. Want jullie weten natuurlijk wie er over zijn. Roy en Enzo. Die twee zijn over, maar... Wie de fuck kan ik op 1 plaatsen? Roy die doet het al insane lang nu, het Fortnite. En die heeft meer dan 300.000 weergave. Krijgt insane veel views. Maar een Enzo Knol heeft ook meer dan 300.000 weergave. Krijgt ook insane, krijgt meer views zelfs. Maar die is veel minder lang bezig. Die is net bezig. En dan kan het voor jullie overkomen als Remax vriendjespolitiek dat je Roy erboven wilt zetten. Maar ik kan gewoon niet plaatsen wie ik hier op nummer 1 wil zetten. Dus... mijn vraag is jullie, plaats het zelf in de comments. Die op 1, die op 2. En dan mogen jullie zelf beslissen wie er op 1 komt te staan. Want ik kan het niet plaatsen. En weet je, ik heb een idee. Ik ga 2 comments plaatsen. Ik plaats 1 comment Enzo Knol. En ik plaats een andere comment Royalistic. En degene met de meeste likes, die komt op nummer 1 te staan. Oké, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze top 10. Sorry voor de plek 1 en 2. Ik kon het echt niet beslissen wie erop kwam. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Doe een duimpje omhoog. Abonneer allemaal nog even. Dan gaan wij voor de... 40.000 abonnees of zo. We zien het wel. Als jullie nog een top 10 willen zien van een andere soort iets. Misschien top 10 beste Fortnite plays of zo. Comment het me. Dat is geen correcte zin. Fuck jullie. In ieder geval. Tot de volgende keer. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En dan spreek ik jullie later weer. Doe ik niet. I'm joking. Ik spreek jullie nooit. Bye bye.